Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Thuiskomen in Jezelf met Brian. Deze podcast ga ik het met jullie hebben over de lading die op verslaving en trauma zit. Mm -hmm. Kijk, een van de redenen dat ik mijn boek heb geschreven, het had zomaar anders kunnen aflopen, is om het open te breken. Om te laten zien dat, dat we allemaal te maken hebben met trauma. Dat we allemaal te maken hebben met verslavingen. Maar we doen er in het dagelijkse leven zo onwijs moeilijk over. We maken het zo onwijs zwaar. Maar iedereen gaat er altijd maar van uit dat verslaving en ik ga even lekker generaliseren, vind ik leuk af en toe. We gaan er allemaal van uit dat verslaving te maken heeft met drank, met drugs, met gokken, met porno, maar dat is niet alleen maar dat. Het heeft ook te maken met hard werken, suikers, Eten, koffie, zelfs thee. Of vasthouden aan negatieve gedachten. Vasthouden aan patronen in je leven. Vasthouden aan je werk omdat je niet die stap durft te nemen om het nieuwe in te gaan. Allemaal vormen van hechting. Allemaal vormen van verslaving. Want wat is verslaving nou eigenlijk? Verslaving betekent dat je afhankelijk bent van iets. Zo simpel is het. Maar waar ben je dan afhankelijk van? Nou, veel mensen kunnen verslaafd zijn aan een middel, maar in principe ben jij niet verslaafd aan het middel. Het middel is de bovenste laag. Toen ik in mijn verslavingperiode zat, toen wist ik donders goed dat ik niet maar één middel moest gaan gebruiken, want dan zou ik afhankelijk gaan worden van dat middel. Dus ik dacht slim te zijn en gewoon allerlei verschillende middelen te gaan gebruiken. De ene dag dit, de andere dag dat, de andere dag zus, de andere dag zo en ga zo maar door. Maar waar ik later achter kwam, dat verslaving inderdaad niet met een middel te maken heeft, maar juist wat zit er onder de verslaving? Wat is het trauma? Wat zorgt ervoor dat je jezelf wil verdoven? En dan maakt het niet zoveel uit of jij verdooft met porno. Met hard werken, met drank, met drugs, met sociale media, met hard sporten. Het maakt niet zoveel uit. Op het moment dat jij onrust, pijn of verdriet wil wegstoppen, dan heb je al te maken met verslavingsgedrag. Zeker als jij daar een middel vanuit de buitenwereld voor gaat gebruiken. En eigenlijk, jongens en meisjes, doen we dat allemaal wel een beetje. We hebben allemaal wel. Bepaalde patronen in ons leven waarvan we weten... Nou, dat is eigenlijk niet zo goed voor me. Of ik weet dat ik, dat ik dit doe om te ontspannen. Bijvoorbeeld, nou, ik doe dat ook wel eens nog. Dat ik dan een hele dag onrust heb en hard werken. En dan ga ik ontspannen met ongezond eten en Netflix. Maar dat is ook een manier om niet met de onrust om te gaan. Wat heel beter is om te gaan kijken, en dat doe ik natuurlijk ook... Waar komt de onrust vandaan? Wat is de reden dat je wilt verdoven? En nogmaals, dan maakt het niet uit met wat voor middel of wat voor werkzaamheden je dat doet. Het gaat erom dat je iets verdooft wat er niet mag zijn. En dat doen we allemaal. Dus als we het allemaal doen. En we hebben allemaal onze trekjes en patronen en programma's en overtuigingen die daarop draaien. Soms zitten die verslavingsdingetjes, die zitten gewoon lekker in het onderbewuste nog. Maar als we dat allemaal hebben, hetzelfde als trauma, waarom doen we er dan zo moeilijk over? Waarom is het dan zo zwaar? Weet je, ik voel echt die expansie als we dat veld met z'n allen durven open te breken. Oké, okay, laten we stoppen met de middelen, laten we stoppen met het verdoven. Maakt niet uit waarmee we verdoven, maar laten we ermee stoppen en laten we met z'n allen gaan kijken wat eronder zit. Want wat daaronder zit, dat heeft zoveel aandacht nodig. En dan komen we uit bij trauma. En net zoals verslaving op trauma, zit ook zo'n lekkere lading. Maar waarom? Het is hetzelfde als met verslaving. We hebben het allemaal. En natuurlijk heb je heftige categorieën. En het is ook maar weet je, het woord heftige categorie is ook weer persoonlijk, want wat voor mij heftig is, hoeft voor jou niet heftig te zijn en andersom. Dus het is ook nog eens zo persoonlijk en uniek en op de mens gericht om iets in categorie heftig of niet heftig te plaatsen. Maar als we even in de volksmond praten over heftig, dan hebben we het over moord, misbruik, verkrachting, marteling, dat soort zaken. Minder heftig wat net zo heftig kan voelen, hebben we het over misschien wel een keer gepest worden. Dus hebben we hebben het niet over extreem pesten van jarenlang, want dat valt weer onder de categorie heftig in de volksmond. Maar we hebben het over één keer gepest worden. Stel je voor, je zit in groep 4. Je maakt een fout met een rekensom. En de juffrouw vraagt om jij voor de klas die rekensom wil uitrekenen. En jij maakt een fout omdat je eigenlijk niet zo goed in rekenen bent. En op die fout hoor je de kinderen in de klas lachen. Daardoor zie je dat de juf ook een soort van glimlach even op de gezicht heeft. Terwijl ze eigenlijk weet dat ze dat niet moet doen, maar ze doet het. Ze kan er niks aan doen. Het gebeurt gewoon, ze gaat erin mee. De kinderen lachen. En jij voelt jezelf door de grond heen zakken. Wat denk je wat dat met je doet? Je zit in groep 4. Wat voor effect zou dat kunnen hebben op later in je leven? Het zou zo kunnen zijn dat jij later angst hebt om voor groepen te staan. Dat jij bang bent om uitgelachen te worden. Dat je een faalangst gaat creëren. Dit soort dingen lijken heel klein, maar kan, kunnen gewoon super groot zijn. Zeker voor een kind van vier. Als volwassen jij en ik denken, ja oké okay, prima. Maar als we ervan uitgaan dat het vierjarige jongetje of het vierjarige meisje nog ook in ons leeft. En die die ervaring heeft, ja dan... Hebben wij met die faalangst van het vierjarige jongetje of het meisje te maken? Zo simpel is het. We hebben allemaal verschillende delen in ons leven. Het is niet alleen hier zit Brian die aan het praten is en die nu de rol neemt van podcast opnemer en teacher en inspirator en noem maar wat. Hier zit ook een Brian die onzeker is. Hier zit een Brian die pijn heeft. Hier zit een brein die van sporten houdt. Hier zit een brein die van tantra houdt. Weet je, er zijn zoveel soorten delen zitten er in ons. Waaronder ook de getraumatiseerde delen. En de getraumatiseerde delen, dat gebeurt vaak door pijn. Daar komt pijn uit. En wat willen we met die pijn doen? We zijn, worden niet geleerd om daar naartoe te gaan. Wat, wat wordt ons geleerd? Er wordt ons geleerd dat we daarvan weg moeten. Pijn, nee, weet je, geen oude koeien uit de sloot halen. Die pijn die moeten we gewoon wegstoppen, maar pijn kan je niet wegstoppen, lieve mensen. Pijn komt altijd terug en als jij lang genoeg je pijn wegstopt, dan ga je zelf ziektes creëren. En als jij overlijdt door die ziekte, dan ga je die pijn doorgeven aan de volgende generatie. Pijn kan niet ontvlucht worden, dat lijden mag aangekeken worden. En gelukkig zijn er zoveel mooie manieren dat we dat op dit moment kunnen doen, gelukkig. Een paar honderd jaar geleden, nou ja, een paar honderd, laten we zeggen vijftig jaar geleden, was dit nog niet. Misschien zelfs dertig jaar niet. En dit is echt de tijd dat we het met z'n allen kunnen aankijken en dat we het open kunnen breken en dat we samen die transitie kunnen gaan. Maar we gaan er dus ook van uit weet je dat we, jij en ik, we hebben allemaal een verleden. We hebben zoveel levensgat, zoveel incarnaties. In de afgelopen duizend jaar is echt heel veel shit gebeurd, man. Echt heel veel. Kijk maar naar nou al die oorlogen, naar de verketteringen, het invloeden van de kerken. Er is zoveel gebeurd. Dus we hebben er allemaal mee te maken. Dus waarom zullen we er dan moeilijk over doen als we er allemaal mee te maken hebben? Het is ontkenning van wat we in realiteit ervaren. Wat we op dit moment, in deze, deze tijdlijn hier in het nu te doen hebben. We mogen met z'n allen. Onze verslavingen helen, ons trauma helen, onze pijn helen, zodat we vrij kunnen worden. Ja, dus laten we gewoon die lading eraf halen. Het is niet meer nodig. Jij hebt het, ik heb het, we hebben het allemaal. En als je denkt dat je het niet hebt? Oké. Okay. Dan nou, kunnen we dat onderzoeken of dat zo is, natuurlijk. Maar ik ga er echt vanuit dat we hier allemaal in minder, minder grote of grote mate mee te maken hebben. Dus als we er allemaal mee te maken hebben, laten we dan gewoon met z'n allen de lading eraf halen. Want als we die lading eraf halen, ik zei het al eerder, dan kan het veld wat eronder zit. Oh, dat is zo lekker. Dat kan, er zit zo fucking veel potentie in dat veld. Wat denk je wat er gebeurt? Ik word er gewoon helemaal enthousiast van, heerlijk. Wat denk je wat er gebeurt? Als we dat veld openen en dat trauma komt vrij. En dat, natuurlijk doen we dat gelaagd en met begeleiding. En zijn er superveel mensen die, die ons daarin kunnen begeleiden. Waaronder ik en vele andere teachers. En vele andere coaches. En vele andere shamanen en therapeuten. Ze, ze zijn er allemaal. Ze komen niet voor niks allemaal uit de grond zetten nu. Het is omdat het tijd is. Dat we die verandering ingaan. En als we dat veld openbreken. Er komt er zoveel. Eerst stapt die drap uit. Heel veel drap komt eruit. En als alle drap eruit is. Dan, ja, helemaal op aarde, jongens. Echt. Dan komt gewoon de hemel op aarde. En dan kunnen we in dat. Heerlijke. Ik wil even het schelden. In dat gewoon fucking paradijs gaan wonen met z'n allen. Hoe fantastisch is dat? En het mooie is dat je daardoor daarvoor geen eens de hele wereld hoeft te veranderen. Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf te veranderen. Want je hemel op aarde die zit aan jou, het trauma zit in jou, de verslavingen zitten in jou. En los het in jezelf op en je gaat jezelf al veel lichter voelen, liefdevoller. Ik ben nu drie jaar in dit proces bezig. En ik heb zo'n transformatie meegemaakt. Ik voel me zo vrijer, veel blijer. Ik kan mensen begeleiden. Ik mag inspireren. Ik heb een boek geschreven. Ik ben gewoon afgelopen jaren heb ik al iets van zes reizen gemaakt. Weet je dat voorheen had ik dat niet kunnen durven. Dus dat ik gewoon drie dagen, vier dagen per week met mijn neus in de poeder. Als ik andere reizen had maken. Maar je snapt het principe, het is echt mogelijk als je je shit aankijkt en de lading van die trauma afhaalt en dan denkt: van, Oké, okay, weet je wat? Ik heb trauma, ik heb te maken met verslavingen, ik heb ook nog te maken met verslavingen. Weet je, het is oké. Okay. We zijn in dat proces onszelf en daarmee ook elkaar vrijhand maken. Weet je, en laat je alsjeblieft niet vertellen dat je iets bent. Ik wil die nog even heel duidelijk zeggen, voordat ik deze podcast aflevering ga eindigen. Wat ik zie voorkomen in klinieken en andere dingen, dat ze zeggen, ik ben verslaafd en ik zal altijd verslaafd blijven. Verslaving is een ziekte waar je je hele leven mee te maken hebt. Bullshit. Echt, serieus, bullshit. Ga de verslaving aan, ga het trauma aan wat eronder zit. En misschien lukt het niet een keer, want het is serieus gelaagd. We zijn zo complex, we zijn multidimensionaal, er zit zoveel in ons. Dus dat gaat echt gelaagd. Maar kijk het aan en ik beloof je dat het gaat verdwijnen. Het gaat echt verdwijnen. Waarom denk je dat ik totaal geen verlangen meer heb naar drank of drugs? Alcohol zelfs niet meer. Het is echt gewoon omdat ik mijn eigen shit aan blijf kijken. Daardoor verdwijnt steeds meer het verslavingsgedrag. En komt de heling naar boven. Komt een licht naar boven. En alles, serieus, alles waar jij, ik ben. Weet je, de fundering van het universum is gebouwd op ik ben. De I am presence. De ik ben aanwezigheid. Op het moment dat jij woorden achter ik ben gaat zeggen, gaat plaatsen. Dan ga je jezelf daar automatisch mee identificeren. Je gaat dat manifesteren. Dus in plaats van dat je zegt: ik ben verslaafd, als je zegt: ik ben verslaafd, dan ga je dat altijd blijven. Veel beter is nog: ik ervaar verslavingsgedachten. Net zo met je emoties. Je bent je emoties niet. Je bent je gedachten niet. Je ervaart ze en je kan ze reguleren en je kan ermee omgaan. Je bent daar onafhankelijk van, behalve als je zegt ik ben... en ik ga me daarmee identificeren. Ik zeg ook bijna nooit, ik zeg bijna nooit... omdat ik me wel eens verspreek, ik ben Brian. Tuurlijk, mijn naam is Brian... maar ik ben in de realiteit niet Brian. Je zou dat terug kunnen brengen naar een hogere zelf... een serum. maar uiteindelijk ben ik die I am present. Dus pas alsjeblieft op met wat je achter ik ben, veel beter is dan om te zeggen ik ben helende, ik ben krachtig, weet je wel, nog beter, ik ben heel, want als je zegt ik ben helende, suggereer je dat je altijd helende blijft, maar je bent in essentie al heel, je bent in essentie al krachtig, je bent in essentie al liefde en daar kun je je mee gaan verbinden, waarom? Omdat je het simpelweg bent en als we dat allemaal al zijn, die liefde, die kracht, al die prachtige dingen en we hebben in het hier en nu deze dag te maken met verslavingsgedag en met trauma, maar we zijn tegelijkertijd ook die liefde en die kracht, die vrijheid, die oneindige expansie, die overvloed. Als we dat ook zijn, maar ook we hebben ook het verslavingsgedag en het trauma. Wat betekent dat dan? Dat we eenvoudiger. Ik zeg niet dat het simpel is. Is het niet? Heel complex. Maar het is ook eenvoudig. Die transitie kunnen maken naar het nieuwe. We hoeven niet iets te manifesteren wat er al is. We hoeven het alleen maar weer opnieuw mee te verbinden. Het is een verbindingsproces. Een herinneringsproces van wat we al zijn. Het is een loslaatproces. Zodat we thuiskomen in ons ware zelf. In onze essentie. In ons licht. Dus die lading jongens en meisjes. Dames en heren. Laten we die eraf halen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Aho, brothers and sisters.